vis? Vlees? Veggie? Of wereldkeuken? Volg gewoon je eigen goesting. Want onze Njamchefs tonen je hier de weg naar snel, makkelijk en lekker koken. Vandaag een heel lekker stukje Belgisch kalfsvlees in een krokant jasje. Want alles is lekker in een krokant jasje. Pureetje erbij en een heel lekker sausje met munt en erwt. En ik ga beginnen met mijn patatjes. Want dat moet even opstaan. Kommetje. Een kookpot. Het zijn zacht kokende aardappelen. Dat is logisch, want je maakt puree, dus dat moet zacht gekookt zijn. Zo kun je het gemakkelijkst onthouden. Je kunt het ook met hardkokende aardappelen doen, natuurlijk. Maar ik doe het. Dit is toch net iets gemakkelijker. Zo. Als ik bloemig op de aardappelzak zie staan, dat is zachtkokend. Dat is sowieso goed voor puree. Ja. Ik weet meestal gewoon qua merk of zo. Want bloemig kun je ook gemakkelijk frietjes mee maken, omdat je die bloem nodig hebt om je frieten krokant te maken. Hè. Maar dat zijn de regels. En als je geen zachtkokende of bloemige, maar hardkokende hebt, dat kan ook. Hè. Je moet gewoon iets langer koken. Dus je rijdt niet plots naar de winkel, want ja, Dine Jelle van Jam heeft gezegd dat dat zachtkokende... Nee, ik ga je kilometervergoeding niet betalen. Dat is niet nodig. Zolang dat maar patatjes van bij ons zijn. Zolang dat maar patatjes zijn, dat is goed gezegd. Ja, dat is belangrijk, hè. Dat is belangrijk. En waarom zouden we patatten van een ander land kiezen? Keiveel lekkere aardappelen hier, want gewoon lekkere producten in België. Het is totaal niet nodig om daar andere aardappelen voor te gebruiken. Helemaal niet. Hoe meer dat je van bij ons kunt kopen en klaarmaken, hoe beter. En dat is maar een kleine moeite. Voor veel smaak en veel steun aan de mensen die ervoor zorgen dat dat op ons bord ligt. Voilà. Mic drop. Koken. Patatje of 4. Dat zou wel genoeg zijn. Ik eet altijd veel te veel puree. Altijd. Ik maak te veel puree en ik eet veel te veel puree. Dus als ik nu ter referentie zou vragen hoeveel patatjes voorzien je per persoon voor een pureetje? 4. Dan zeg je... pak 2 patatjes. Ja, ik meet en ik weeg niet. Hè. Nee. Ik doe dat nooit. Ja. Dat is, en soms heb ik dan te veel. En soms heb ik dan... Nee, ik heb totaal nooit te weinig. Ik heb altijd veel te veel. Maar dat is voor de volgende dag. Hè. Dan maak je de volgende dag... iets anders met je puree-patatjes. Je maakt er dus nooit kroketjes van. Je moet niet alle... Als je merkt van voordat je aan je puree begint, heb je te veel al gekookte patatten de volgende dag gebruikt. Maak je daar een tortilla van om 's middags mee naar het werk te nemen. Of maak je daar een aardappelsalade van. Blijf maar liggen. Zo werkt het. En ik heb natuurlijk 2 heerlijke afvalverwerkers thuis. Zijn mijn kinderen. Dus die eten ook patatjes. En dan eet zij dat op. Hè. Om meten en wegen. Ik denk pasta is ergens 125 gram per persoon. Van aardappelen weet ik dat eigenlijk niet. Ik ga het mezelf aandoen dat ik buiten de tijd ben, maar ik had toch nog 1 aardappeltje. En buiten de tijd, daar bedoelt je mee? Ik geef mezelf 20 minuten en jullie mij ook. Dus. Zwaar, hè? Ja, we moeten daar niet over liegen. Helemaal juist. Ja, hè? Normaal zat ik nu op mijn gemak even pauze, maar nee, inder 20 minuten. Maar thuis is dat ook wel... dat is wel zo een kenmerkend tijdstip, vind ik wel. 20 minuutjes. Als het dan in kan, dan is het goed, hè. Mm-hmm. Zie dat moet een beetje tijd hebben, hè. Fijn snijdt die patatjes. Heeft dat een reden, Jelle? Ja, wel, ik snijd die patatjes fijn, omdat ze dan sneller klaar zijn. Oké. Okay. Zo simpel is het eigenlijk. Je kunt ze ook klaarmaken in de microgolf, dat kan ook. In zijn geheel een minuutje of 9 poffen en dan eraf doen. Je kunt ook de barbecue poffen natuurlijk. Je kunt in de oven iets minder doen. Maar in zijn geheel en met de schil erna afhalen. Maar nu snel klaar. En dat is het belangrijkste. Oké, ik heb hier al zout bij gedaan. Voilà. Oké. Die laat ik even liggen.
Dan. Heerlijk. Stukje kalfsvlees. Ik zelf heel lekker. Heel gezond. Kalfsvlees van bij ons natuurlijk. Ik blijf het herhalen. Zeer belangrijk. Heel lekker, hè. Dat bevat weinig bindweefsel, dus dat blijft heel mals. Dat heeft al heel veel smaak op zich. Fantastisch. Hier ook een tartaar van maken. Het is toch al fijn gesneden, hè. Ik heb eigenlijk nog twee lapjes liggen in de koelkast. Tartaarke. Heerlijk. Zalig. Dat is de max, hè. Het is redelijk dun, ons kalfslapje. Stel, we hebben een dikker en wil daar ook een jasje geven. Wat doen we dan? Wel, stel, je hebt iets te dik kalfsvlees en je hebt ook een heel ambetante dag gehad op het werk. Dan pak je een deegrol en dan map je gewoon dat kalfsvlees een klein beetje platter. Want dat is belangrijk, hè? Dat je... het moet wel dun zijn, hè, want we geven het al een kokant jasje. En ja, het is zo'n soort schnitzel, hè, dat ik aan het maken ben. Dus dat is veel beter als dat iets dunner is. Plus, dan zou ik ook nog de raad geven, eerst kruiden en dan slaan. Dan slaat je de kruiden er nog zo in. Oh, ja. Dat geeft nog wat extra smaak. Maar kalfsvlees van bij ons eigenlijk niet zo heel veel nodig. Dus top. Oké, ik zei het al, ik ga die paneren. Dat is de heilige drievuldigheid. Ik wou dat ik drie kinderen had, alleen puur daarvoor. Eentje voor de bloem, één voor de panko en eentje voor de eitjes. Ik heb er maar twee. Zo, even opkloppen. Je gebruikt zowel het eigeel als het eiwit, hè? Ja. Ja. Alles. Het is vooral het eiwit die dit eigenlijk gaat doen, denk ik. Maar dat eigeel geeft, denk ik, wat meer kleur. Dat doreren, gelijk dat ze zeggen, dat we doen met eigeel, heeft nog wat meer kleur. En ik klop dat zo wat los, omdat je anders zo van die dikke slierten hebt die blijven plakken aan je vlees. En op die manier heb je dat minder. Voilà. En ik doe dat ook al nu al mijn vlees, dat even nog twee minuutjes kan blijven liggen, zodat alles mooi blijft plakken. Oké, okay, de kruid heb ik gedaan. Voilà, we gaan voor dat jasje. Zo. Dus dat is de bloem. Ja. Bloem, zodat je ei mooi blijft plakken. Mm-hmm. En dan panko. En panko is Japans broodcrème. Kun je tegenwoordig echt overal vinden eigenlijk. En dat is veel luchtiger. Dan paneermeel. En je ziet dat het veel, veel kokanter is. En dus ook veel lekkerder. Maar je kunt het natuurlijk ook wel gewoon met paneermeel doen. Heb je nog wat rijstkrispies? Heb je nog wat Kellogg's? Heb je nog wat oud brood? Kunt je ook gebruiken. Kan allemaal. Ik mis nog. Ik ga hier even een bordje pakken. Om dat op te leggen. Zie je, en je ziet dat dat nu al... Dit tussen een broodje, hè. Oh, dat is goed. Dat is goed. Ik kan me voorstellen dat jij als ervaringsdeskundige, Jelle, dat dat bij kinderen ook wel werkt, hè? Iets een jasje geven. Ja, tuurlijk. Tuurlijk. Ja. Het is krokant, het is lekker mals. Er zit weinig vet in dat vlees. Er zitten weinig pezekjes in, weinig bindweefsel. Dus ja, voor kinderen is dat eigenlijk het ideale stuk. Om klaar te maken en om ze dat vlees te leren appreciëren en dat vlees te leren eten. En als ze dan nog een keer bij zegt dat dat echt van bij ons is, dat leer ik mijn kinderen voortdurend. Dat geef ik voortdurend mee. Kijk, maar dat ziet er al... Wat ik bedoel, kinderen eten alles graag dat krokant is. Hè. En terecht. Even mijn handjes vast. Zo. En dan laat je dat even zo staan, zodat dat op het gemak zijn binding kan behouden. En dan gaan we dat straks hier in mijn goede maat airfryen. Goed. Patatjes staan op. Ik ga dan iets harder zetten. Goed gekruid met zout. Deze staan klaar. Dit heb ik niet meer nodig. Oké, dan ga ik nu nog een sausje maken. Met diepvriesertjes, met munt, zo, wat Belgische room, chalotje, look, de gewone dingen. Het wordt een beetje een beurre blanc, roomsausje, met die munt erin. Munt en kalfsvlees past heel goed samen.
Munt en erwtjes passen ook heel goed samen. Het is zo een beetje... ja... Engels, Schots... Die doen dat heel veel, hè. Ah ja? Mash met peas en dan een of andere... Peas als in erwtjes, hè. Niet vrede, hè, ook. Maar die doen dat heel veel, hè. Ja, want je zei... Ik heb diepvrieserwtjes. Is dat... Mogen die nog diep gevroren zijn? Of moet je die eerst onttooien? Ja. Je mocht dat eigenlijk rechtstreeks zetten in diepvries, mocht je dat erbij doen. Hè. Meer nog, dat geeft dan nog wat extra smaak, omdat die ontdooien in je saus. Ja, geen tijd verspillen aan ontdooien. Plus die erwtjes. Kijk zelf nu. Dat is nog half koud. Dat is al beetgaar eigenlijk. Hè. Dat heeft ook echt niet veel tijd nodig. Mm-hmm. Ook handig als je snel, makkelijk en lekker wilt koken. Hè. Awel, en laat nu dat toevallig de titel zijn. Van deze kookshow. Dit kookprogramma. Ja, snel, makkelijk en lekker. En als je dat standaard in een vriezer hebt liggen, dan kun je daar altijd iets mee doen. En als je munt in de tuin plant, dat groeit verzot. Zelf bij mij. Ik heb geen groene vingers. Het enige groen aan mijn vingers is als ik dit vastpak of zo. Zelf bij mij lukt dat en dan heb je dat altijd staan. En het is een fantastisch lekker sausje. Je gaat dat straks zien. En misschien proeven als je het maakt. Dus als ik aan u advies wil vragen om hoe hou ik mijn munt fris? Ja. Muntgroen? Muntgroen. Dan zou ik zeggen, doe dat in een mojito. Oké. Okay. Ja, dan blijft je zelf ook fris en monter. Nee, zolang je dat nog niet snijdt, gaat dat niet bruin worden. En nu blijft, kan dat je een hele dag laten liggen. Maar het programma moet klaar zijn in 20 minuten. Dus dat kan ik niet doen. Maar dat gaat geen kwaad kunnen. Klontje boter. Zo. Voilà. Ondertussen... Je gaat dus straks onze schnitzel in onze MacGyver doen. Moeten we dat voorverwarmen of is dat... Nee. Dat heeft... Ik denk dat dat maar 4 of 5 minuten gaat doen. Ah ja. Voor het zekerste... Dat is super simpel. Dat is echt super simpel. Kijk, je zet het op airfryer. Je zet op de temperatuur. Ik ga dat nu op 200 graden zetten. 210. Mm-hmm. Je zet dat aan en eigenlijk is dat automatisch begint dat warm te worden. Okay. Het enige wat ik ga doen is een keer hoesten en een klein beetje olie opdoen. Zo, niet te veel. Mijn patatjes. Zo. En dan gaat dat hier straks beginnen gaan. Dat is een airfryer-functie, een multicooker. En dat doet zo, blijkbaar. Ik heb nog nooit binnenin gekeken. Maar dat zorgt ervoor dat dat krokant wordt. En zonder dat... echt veel vet te gebruiken. Hè? Dat is al wat je gebruikt. Als je dit bakt in de pan, gebruik je echt veel meer vet. Maar echt veel meer vet. Zo, een beetje dat eraf schakelen. Zo. En dan denk je dat die al bezig is, dan kan je die voorlopig met rust laten. Ja, kijk, voilà, als die op 19 staat. Eigenlijk had ik hem op temperatuur minder moeten zetten, maar voor het zekerste zien we dan wel weer. Zo. Even, er zit een stukje aard vast in mijn keel. Reality kookprogramma. Dat is reality, hè? Dat is reality, hè? Niet, zo zie je maar. Ja, we herdenken even de vorige chefs die hier overleden zijn. En... Omdat live was. Voilà. De shallotje, look in de sauspan. Even aanstoven. Zo. Het is zoals beurre blanc. Begin met die boter en dan een beetje witte wijn die ik laat inkoken. Dat gaat er allemaal maar op het einde bij. Goeie volle room. Zeer belangrijk. Als je saus maakt die zo wat dikker moet zijn, omdat dat aan je vlees plakt, omdat dat aan je wat dan ook allemaal plakt. Volle room gebruiken. En welk vetpercentage heeft dat dan? Want Deze heeft 40%. Ja. Dat is een beetje mijn lijf. Maar nee, 40% room, daar kun je van alles mee doen. Je kunt die ook nog opkloppen voor een dessertje. Hoe meer vetpercentage dat room heeft, hoe meer dat je er eigenlijk mee kunt doen. Dat is gewoon zo. Als je light room gebruikt, dat kun je perfect in je puree gebruiken. Kun je perfect in een pastatje gebruiken. Juist op het einde, of juist in je soep op het einde,
Maar laat dat te veel doorkoken en dat begint te schiften. En ja, dat wilde niet. Dus niet alleen voor de veiligheid, maar ook voor de smaak. Voor mij altijd het liefst goede, volle Belgische. Check, daar zijn we weer. Room. Ik kan het uit. Hoe voller, hoe beter. Hoe voller, hoe beter. Yes. Voilà. Zo. Beetje wijn erbij. Laten we even inkoken. Ik wil er nog een taksje bij smijten. Zo. Voilà. Wat pijzen een beetje opruimen. Ik had gehoopt dat jullie nee gingen roepen. Ik zwijg. Jammer, jammer. Je weet wie dat in huis gehaald heeft, hè? Allee, bedoel... The one and only Messi chef, hè? Ik ga niet doen alsof dat niet zo is, hè. Allee. Ik ga er nog een klein beetje citroen bij doen. Hoe lang hebben patatjes eigenlijk nodig om zo goed plat gekookt te worden? Dat hangt van de dikte af, hangt van... Ik zal het u straks weten te zeggen. Oké. Okay. Hij zit de tijd aan het bijhouden, hè? Ja, ik denk dat ze nu al een kleine 15 minuten of zo hebben gekocht. Zijn die al 15 minuten bezig? 15? Ja? Ja. Mooi. Je bent al ja, een dikke 15 minuten aan het koken. Voilà. Dan weet je dat het klaar is, hè. Dus je het kunt platduwen. Zo. Die ga ik... ja, voor de zekerheid. Ja, die zijn klaar. Hup. Zo. Bij puree. En die zeg ik even voor mijn vriendin. Eens en voor altijd. Uw puree is super lekker, maar laat dat water er even uitstomen. Dat is altijd zo waterachtig. Ja, na deze aflevering ben ik dus single. Maar dus ik wel lekkere puree. Dus ze kijkt naar Jan. Dat is belangrijk. Nee, maar ja, moet uw aardappelen wel laten uitkoken, want anders smaakt dat te veel naar water. En dat moet helemaal weg zijn. Ah ja, dus je zet die nu terug op het vuur? Ja, nee, die zitten daar nog, hè. Ah, oké. Okay. Zitten nog, nog in het vergiet. Je zit nog in het vergiet, hè. Oké, okay, ja. Ja, hier even. Maar, het is een goede opmerking. Het is een zeer goede opmerking. Dat kan inderdaad. Gewoon zet dat nog even een klein beetje op. Dan wordt je melk ook warm. Dan ga ik daar hier ondertussen al mijn room bij doen. Zo. Dat zijn de goeie. Voilà. Dat laten we even inkoken. Gaat goed, hè? Ja, ik weet dat eigen stof stinkt, maar omschrijf de geuren hier in de keuken eens een keer. De geuren zijn... Wacht, oh, komt goed. Dat was ik al aan het ruiken. Hier ruikt dit naar witte wijn, dat frisse. Die look komt helemaal uit. Je patatjes hebben nu niet echt direct een patattengeur, maar... De geur moet vooral nog komen, eigenlijk. De geur komt nog van die munt straks. Hè. Nee. Dat is... Ja, dat moet hebben. Hè. Voilà. Je hebt melk bij je patatjes gedaan. Is het ook hier de regel? Hoe voller, hoe beter? Ja, ten huize, de Messi chef, is dat de regel. Mm-hmm. Ja, ik vind dat gewoon het lekkerste. Alhoewel dat het voor puree minder belangrijk is dan voor saus. Hè. Omdat... Hier kun je ook perfect die Lightroom in gebruiken. Omdat ja, dit moet geen binding meer hebben. Hè. Dit gaat puur om smeuïgheid en ik hou van een super smeuïge puree. Dat vind ik zalig. En dan is zo'n goede volle melk ideaal. Hij mocht nog een beetje koken. Een beetje nootmuskaat. Ik doe zelden peper in mijn puree eigenlijk. Ik vind dat dat niet nodig is. Ja. Ja. Wist je dat, je? Ik ga een keer kijken naar dat vlees. Zo. Ja, ik zie nu al dat dat krokant aan het worden is. Zo. Mag, hè. Een klein likje van boven nog. Goed. Saus. Komt goed. Even afspoelen. Maar dit is echt het is een doordeweeks gerechtje. Hè? Zo goed krokant. Dat vlees, romig sausje erbij. Zie je, kijk, je ziet dat al. Hè? Dat is nu al half dik. Hè? Als je dit maar Lightroom doet, komt dat niet goed. Hè? Komt niet goed. Stel nu dat je saus toch begint te schiften. Begint gewoon half opnieuw.
Dus je pakt een potje, je doet een klein beetje boter in en dan voeg je steeds de saus terug toe en dan ontstaat er een nieuwe binding. Top tip. Voilà. Of eet met je ogen toe. Kan ook. Maar dat is een beetje zonde. Nog een beetje. Zo. Dan ga ik de ertjes hier al aan toevoegen. Zo. Qua kleuren is dat ook fantastisch. Ertjes in de sausen. En die staan nog altijd op het vuur, hè? Ja. Niet te hard meer. Deze is bijna klaar. En dan ben ik bijna klaar. Ik ga juist nog een beetje ijskoude boter gebruiken. Van mijn saus. Ja, sorry, hè. Vandaag is het met boter en met room. Hè. En waarom gebruik je ijskoude boter? Heeft dat een reden? Ja, ijskoude boter zorgt nog voor wat extra binding en dikte. Mm-hmm. En dat wil je hebben in een sausje. Munt. Fijn snijden, fijn hakken. En dan ben ik eigenlijk zo goed als klaar. Dan vraag ik nu aan mijn kinders om er poppen en otto's op te ruimen. Dan vraag ik dat nog een keer, dan vraag ik dat nog een keer. En uiteindelijk komen ze aan tafel die bezaaid is met poppen en otto's. Ik ben een goede chef. Maar ik kan mijn kinderen... Laat ons zijn, ik kan mijn kinderen overtuigen met mijn koken. Maar voor de rest moeten ze nog een beetje leren luisteren. Dus bij deze, kindjes, dit programma wordt binnen 10 jaar nog herhaald. Dit heb ik over jullie gezegd. Zo. Is dat hier? Staat dat hier nog aan, dat vuur? Maar ze zijn wel fan van uw kookkunsten. Ze zijn heel harde fan van mijn kookkunsten. Ja, dat wel. Terecht. Ik kan het nu zelf niet zeggen, maar... Daarom dat ik het zeg. Ja, wel, het is dat, hè. Even proeven. Lekker. Die munt komt altijd zo een klein beetje later. Ik ga nog een klein beetje ertjes toevoegen. Zo, die munt gaat erdoor komen. Vleesje. Yes, dat was een dun lapje. En dan ga ik serveren. Dus die munt kookt die nu nog mee? Of, Die munt kookt heel even mee. Niet te lang, want anders wordt die munt te bruin. Maar die geeft nu smaak. En eigenlijk, als je dat nog even een klein beetje laat staan... Ik ga dat wel nog een klein beetje... Het is er chaos in de keuken. Chaos. Zie je, en daarom kan ik mijn kinderen niet overtuigen om ondertussen op te ruimen. Ik ben te veel bezig met mijn eten. Hè. Zo. Iedereen. Ik heb er nu iets minder melk in gedaan dan ik thuis zou doen, anders zou doen, omdat het natuurlijk al dat roomsaus knet. Hè. En dan is dat eigenlijk minder nodig. Ready. Crispy, crunchy. Ja, je hoort het ook echt krokant. Hè? Ja, hè? Very hot. Dat wel. Dan leggen we zo er een beetje op. Oké. En dan een sausje bij ze de. Kijk. Voilà. De beste saus is veel. Voilà. Hoeveel sausen? Een beetje peper. Nog een beetje verse munt. Is die er nog? Ja. Zo. Zo. Opsnijden. De voilà. Heerlijk krokant kalfslapje. Heel, heel, heel krokant. Lekker in de airfryer gedaan. Smeukpureetje, lekker saus met munt en ert. En het recept vind je natuurlijk op jan.tv. Ik zou zeggen, smakelijk eten. Ik ga dat ook doen. Morgen kookt Steffi Vertriest snel, makkelijk en lekker. Zij zet dan een veggie gerecht op ons weekmenu. Tot dan, tot Njam.